mensen, ik maak graag foto's. Maar hoe maak je nou de allermooiste foto's? Nou, laat hier vandaag in Blijdorp naar de prijsuitreiking plaatsvinden van de fotowedstrijd die National Geographic Junior heeft uitgeschreven. En daar zitten vast kandidaten bij die mij de gouden tip kunnen geven hoe ik de allermooiste foto's kan maken. Hier in de Haaienzaal vindt de prijsuitreiking plaats van de National Geographic Junior fotowedstrijd. En voordat die prijsuitreiking plaatsvindt, wil ik wat deelnemers vragen of ze mij wat tips kunnen geven om mooie foto's te maken. Ik zie er daar twee staan, ik ga er even naartoe. Zouden jullie mij wat tips kunnen geven voordat die prijsuitreiking begint? Ja hoor. Ja? Ja, ja, is goed. Nou, gezellig, nou laten we gaan dan. Iets meer naar achter en dan ja, telefoon draaien, anders heb je de haai niet helemaal op de foto. Je hebt helemaal gelijk, telefoon draaien. Ja. Je kan beter zo min mogelijk inzoomen, anders raak je pixels beschadigd. Dan wordt die wazig. Ja. En hoe los je dat dan op? Dan steek ik gewoon eigenlijk die lens, die steek ik door dat hekje heen een beetje. En dan ga ik pas inzoomen en scherpstellen, want dan heb je ook helemaal geen last van dat hek dat erop staat. Goeie tips jongens. Ik ga eens kijken of er niemand in de buurt is. Dan ga ik proberen dicht bij dat hek te komen. Dat is gelukt jongens. Laten we snel gaan. Nou, we gaan hier naar de vlinders. Dan moet je wel oppassen aan een verslassen lens. Oké. Emilia, wat is jouw tip hier als we zo'n vlinder zouden willen fotograferen? Door zoveel mogelijk kleuren in uw beeld te brengen. Als je dan zo'n fototoestel hebt, gewoon zo'n normale, moet je hem altijd half scherp stellen. En dan precies als je de vleugels open doet, dan de foto maken. Volgens mij moeten we terug naar de haaienzaal, want die prijsuitreiking vindt zo plaats, hè? Toch? Ja. Ben je zenuwachtig? Beetje. Normaal gesproken verbazen wij als National Geographic Junior de kinderen natuurlijk over de wereld om hen heen. En wij vinden het ook heel erg leuk om te zien hoe de kinderen de wereld zien. Dus eigenlijk draaien we met de fotowedstrijd draaien we het een beetje om. En zeggen wij tegen de kinderen, laat ons jullie wereld zien. En op die manier ontdekken zij natuurlijk ook opnieuw alle nieuwe plekken op de wereld en om hen heen. De wedstrijd is absoluut voor kinderen, dus dat betekent dat je minimaal 6 jaar en maximaal 15 jaar moet zijn om deel te nemen. We hebben dit jaar 5.800 kinderen meegedaan, dus dat zegt wel wat over de populariteit en de eer natuurlijk om uiteindelijk National Geographic Junior fotograaf van het jaar te worden. Oh, wie is het? De ijsbeer, Lars! Lars, gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Ja, daar hangt hij! Goed dan! Ik weet niet meer precies wanneer ik hem had ingestuurd, maar ik was in Blijdorp, logisch. Ja, ik ga dan altijd eerst naar Fix. Ja, en toen zag ik die spelende kinderen en Fix die steeds op en neer ook naar die spelende kinderen. Ja, dan maakte ik een paar foto's en dit was dan de mooiste. Nou, de prijsuitreiking zit erop. Een regiogenoot heeft in elk geval de prijs gewonnen, Lars van Toren. En met de gouden fotografietips ga ik nog even het park in.